Mirror. Ik ga een lettertje zetten in het midden van die cirkel. Die tekst. Justify in het midden. Hier wil ik de letter E schrijven. Ik heb hulpgeometrie getekend voor een volgend commando. Mirror. Select objects. Een eerste punt van de spiegellijn. Ik ga hier willekeurig klikken. En je ziet dat AutoCAD ons het spiegelbeeld suggereert afhankelijk van waar wij ons tweede punt gaan neerklikken. Heel dikwijls zullen we in AutoCAD horizontaal of verticaal moeten spiegelen. Wel, dan is het eenvoudig. Even de orthomode aanzetten. En dan wordt die lijn beperkt in de horizontale of de verticale richting. Zodoende kun je een object snel gaan spiegelen. Ik kan het nu zo doen. Ik klik gewoon willekeurig. Mirror vraagt me nu nog erase source objects. In dit geval heb ik een kopie gezet van mijn afbeelding. Je ziet dat die letter E meegespiegeld is. Misschien is dat niet wat dat wilt. Als dat zo is, er is een bepaalde parameter. Die noemt mirror tekst. Dat is geen commando, dat is een parameter. En die kunt je op 0 of 1 zetten. En nu staat mirror tekst, dus spiegelen van tekst, staat op 1. Dat is ja of waar. Je kunt dat op 0 zetten. En vanaf nu zal bij spiegelen de tekst niet gemirrord worden. Even kort demonstreren. Eventjes opschoenen. Voor het plaatsen van verschillende kopieën is er het commando array. En goed opletten, tegenwoordig zijn er twee versies van dat commando in AutoCAD. Array is de moderne versie, maar wij gaan ons beperken tot de klassieke versie en die noemt toepasselijk array classic. Later wordt daar nog op teruggekomen wat het verschil is tussen die twee. Array classic. In dat geval verschijnt er een dialoogscherm met de soorten arrays die we kunnen maken. Array is dus eigenlijk het object kopiëren volgens een aantal rijen of een aantal kolommen. Er zijn verschillende arrays. Een rectangular array ziet er dus ongeveer zo uit. In dit geval 4 kolommen en 4 rijen. We kunnen dat aanpassen. 3 kolommen en 2 rijen. De offset van die rij, de hoogte dus, ja, laat ons gokken op een 90 puntjes. Kolom offset zal iets breder moeten zijn, 150 punten misschien. Een hoek, we zouden dat kunnen onder hoek zetten, ik ga dat laten staan op 0. En dan uiteraard, voor dat afsluiten, objecten selecteren. Ik had dat nog niet gedaan. Select object, ik ga dit in mijn array steken. Op enter drukken. En dan kan ik een preview doen. Dan mag ik hier escape to return to dialog, dat moet ik niet doen, ben tevreden. Right click to accept array. Rechter muisklik dus, of enter. En hij staat er. En je ziet, als je daar gaat kijken naar die objectjes, dat zijn effectief kopieën die afzonderlijk op je tekening staan. Als je het commando array zou gebruikt hebben, komt er iets gelijkaardig uit, maar dan is dat één object. In plaats van allemaal verschillende objecten, zal dat één object zijn. Dat noemt een blok en daar komen we later op terug. Array resulteert dus in blokken en array classic resulteert in gewoon kopieën van de geselecteerde entiteiten. Even zo gedaan maken. Ik ga die andere optie nog eens tonen. Polar array is een rotatief patroon. Bijvoorbeeld 7 itemjes over een hoek van 360 graden. Ik ga dat niet doen, want de naald gaat toch buiten het beeld staan. Bijvoorbeeld, wat ga ik doen? 180 graden. Hè. Over een hoek van 180 graden. Mijn objecten selecteren. En niet vergeten, je moet ook een centerpunt selecteren. Veel studenten vergeten dat. De functie moet natuurlijk weten rond welk punt er moet gedraaid worden. Center point. Het meest intuïtieve punt is dit eindpunt. Maar het maakt niet uit waar. Je kunt hier willekeurig klikken. Je kunt een andere entiteit kiezen. Je kunt bijvoorbeeld een hulplijntje tekenen van hier naar een 50 punten verder. En rond dat eindpunt roteren. Er zijn verschillende manieren om dat te gebruiken. Ik kan het nu voorlopig zo doen. Preview. Ik zie dat mijn rotatie naar onder is. Ik wil dat eigenlijk naar boven. Dus ik ga escape doen. En eens kijken als ik de hoek omdraai. Of wat dat beter is.
inderdaad. Maar in plaats van 7 ga ik er 5 doen. Is iets beter. Right click en mijn array staat er. Weer hetzelfde, dat zijn allemaal aparte entiteitjes. Dat zou niet één entiteit mogen zijn. Anders heb je vergist van commando.